earlier you said Ajax couldn't beat PSV with a striker of 25 million, and today Haller scored 2 times. How do you look back at those 2 goals? Ja, ik denk fantastisch Ajax in de eerste helft. De uitvoering van het plan is niet altijd. Op het veld gebeurt dat wel eens andere dingen, maar vandaag was het, de uitvoering was perfect. Maar in de tweede helft is dan een ander gezicht. Dan PSV neemt meer risico en ik vind dat wij het dan ook niet goed doen. Dan moeten we denk ik beter op balbezit spelen en dan worden de ruimtes wat groter. Dan word je bij fases ook teruggedrongen. En ook de counters hebben we niet goed uitgespeeld. Dus er zit nog zeker ruimte voor verbetering. Maar de eerste helft moet ik toch wel vasthouden. Want uitstekende prestatie van Ajax. En in de volgende ronde, en daar zijn we blij mee. 7 punten achter op Ajax in de competitie. Nu uit de beker. Kun je uitleggen hoe hard deze tik weer aankomt? Nou, het is gewoon een feit op dit moment. En het is aan ons om de afstand te verkleinen. We zijn nog actief in 2 competities, de Eredivisie en de Europa League. Dus we moeten ons rug rechten en vol daar ook voor gaan. Erik, jullie hebben een rampweek achter de rug. Was het voor jou nog de vraag hoe het elftal het zou pakken vanavond? Nee, ik had wel het idee dat het mentaal wel goed zat. Dat had ik wel geproefd. Hoe ze het oppakten, hoe een aantal spelers daar voorop gingen. De rest meetrokken. Daar hebben we zelf ook een aantal impulsen in gegeven. En ik denk dat ze dat gewoon goed hebben gedaan. En je ziet gewoon dat het mentaal, dat zie je denk ik het hele jaar, maar met name ook in de januari maand, zit het gewoon sterk bij ons. Daar zit een bepaalde vechtlust en onverzettelijkheid in. En dat is prima. En dan moeten we volhouden. Moeten we verder verstevigen. Ja, ik denk dat ik het zelf wel kan invullen. Maar welke spelers gaan dan voorop? En hoe doen ze dat dan op trainingen? Ja. Op trainingen in de kleedkamer positief, maar dat zijn er veel, maar die er inderdaad die voor opgaan, dat zijn inderdaad de leiders, dat is Tadić, dat is Blind, dat is Klaassen, dat is Tyler Fico, maar ook die Argentijnen, maar je kan er nog veel meer noemen. Daar zit er gewoon een goede groepsdynamiek in. Yeah, earlier you said Ajax couldn't beat PSV with a striker of 25 million, and today Haller scored 2 times. How do you look back at those 2 goals? Yeah, of course, but if they play today with another striker, I think he will also score these 2 goals. They got a lot of opportunities. We were not able to really be sharp in the duels around the box in the dangerous zone. So they find the strikers close to our goal. So yeah, of course, he did it well. But I think also, it was not that difficult today. So he was not the reason for our defeat. Hoe belangrijk schat jij die tik in die je nu weer aan PSV geeft? Het zal zeker een mentale tik zijn die je uitdeelt. En zeker ook de manier waarop in de eerste helft. Het is nog een lange weg. Zij zullen het ook weer van leren. En dat moeten wij ook doen. Willen wij hun van ons afhouden. Wij moeten blijven verbeteren.